Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op donderdag 22 maart. Het is bewolkt in Nederland en er valt ook regen, met name in het midden en in het zuiden. In het noorden is het inmiddels droog geworden en het droge weer dat breidt zich uit richting het zuiden. Vanochtend is het zo'n 4 tot 6 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. En vanmiddag wordt het dan 8 à 9 graden op de meeste plaatsen. In het noorden kan af en toe de zon eventjes doorbreken, maar al met al zal de bewolking toch wel blijven overheersen. Ook vanavond is er dus veel bewolking bij temperaturen tussen de 4 en de 6 graden. En de wind die valt wat weg en dat betekent dat er vannacht misschien bij opklaringen een enkele misbank kan ontstaan. Ook morgen weer veel bewolking, maar wel overwegend droog weer. In de loop van de dag breekt ook af en toe de zon door. Het wordt zo'n 8 tot 10 graden. In de middag en avond zou er in de kustprovincies wel wat motregen kunnen vallen. En dan het weekeinde. Dat verloopt wisselvallig. Zowel zaterdag als zondag kan er wel wat neerslag vallen. De meeste neerslag op zondag. Temperatuur ligt tussen de 9 en de 12 graden. Ook maandag is het nog een wisselvallige dag. De wind waait over het algemeen uit westelijke richtingen. En s'nachts blijft het boven het vriespunt.